En hem komen we tegen in Harmelen op de Groenendaal. Surveillante Patrick en Raymond zien in de verte een aantal jongeren rond een Peugeotje hangen. Het zijn wel doelgroepjes. Zo gaan rijden om de scooters onder te halen. Even kijken, hoe er staan daar een paar jongens. Met in ieder geval een opgevoerde scooter erbij. Ze staan een beetje raar midden op de weg. We gaan eens even kijken wat ze aan het doen zijn. De auto gaat nu rijden. Hij stapt nu op de scooter. Hij rijdt op de scooter. Nou, sowieso geen helm op. Nee, nee. Maar hij heeft iets gedaan waardoor hij zijn wieldoppen nu kwijt is. Waarschijnlijk heeft hij gewoon schade gereden net. Gaat weg. Kijk, deur open. Rondrijden met je deur open. Net reed die gozer met die grijze trui, toch? Ik denk wel dat hij net reed. Zo te zien wel. Nu rijdt hij in ieder geval. Ja, nu zit hij weer op zijn scooter. Lampie. Ja. Dan is die scooter voor ons hier. Ja. De agenten gaan op de helmloze scooterrijder af en Jeroen spreekt hem aan. Hoi, ik zal mijn voorstel, liefhebber verkeerspolitie Utrecht. Hoi. En je rijdt zonder helm. Ja. Dan ga je een bekeuring voor krijgen, dus ik wil graag even je rijbewijs zien. Wat heb je net gedaan daar, dat je je wieldoppen verliest? Ja, er is tijd door die bochtje heen. Was je aan het spelen? Was je een beetje aan het kloten? Nee, niet zo. Jawel, want je reed, net ook met je deur open daar. Ja, daar heb ik niet gelijk door. Maar dus je rijdt in een auto met je deur open en je hebt het niet door? Ja, ze deed toevallig de deur open en ik wil even een rondje rijden. Dus je rijdt een heel rondje met de deur open en je hebt het niet in de gaten? Ja, oké, daar had ik wel moeten zien. Dat is niet handig als je het niet in de gaten hebt. Misschien moet ik dan je rijbewijs innemen, want ben je psychisch niet in orde om een voertuig te besturen. Nee. Als je niet in de gaten hebt dat je met de deur open rijdt. Het is geen speeltuin hier, hè? Ja, dat weet ik. Nee, maar je gebruikt het hier wel als speeltuin. Ja, sorry. En dat is niet handig op de openbare weg als je al bijna 2 jaar je rijbewijs hebt. Ja, snap ik. Heb je daar het stoepje geraakt dat ze eraf gevlogen zijn, je wieldop, of komt het echt van het rondje scheuren? Onder andere door rondje rijden is dit stoeprentje aan. Ja, met hun er allemaal in. Ja. Wat denk je dat er gebeurt? Ja, dat is niet zo netjes, ja. Nee, maar wat denk je dat er gebeurt als je daar, volgens mij ligt zelfs een sloot naast. Ja, dat klopt. Dan ben je toch stom bezig, of niet? Ja. Je hebt de mazzel dat we het niet goed gezien hebben, maar ik kan redelijk inschatten hoe het gegaan is. Ja. En je geeft zelf al toe, en dat is je geluk, dan had ik gewoon je rijbewijs afgepakt. Ja. Dat snap ik. Dus, want ik vind echt gewoon onverantwoord wat je doet. Ja, dat zei ik ook al. Zeker als je pas 2 jaar je rijbewijs hebt. Ja. En het is hier gewoon openbare weg, hè? Kunnen gewoon mensen, sterker nog, lopen mensen met honden lopen er en dergelijke. Dat klopt. Ga je gedragen, ga normaal doen. Ja? Volgende keer ben je echt aan de beurt. Is goed. Fijne dag verder. En de camera is voor? Niet voor wegmisbruikers. Volgens mij ben jij een wegmisbruiker. Oké. Toch, of vind je van niet? Vind ik niet. Vind je niet? Nee. Ja, dan weet ik niet wat wel een wegmisbruiker is. Dan hebben we echt een meningsverschil. Nou, ik vraag me af of je het snapt. Ja, volgens snap mij snap je er helemaal niks van. Jawel. Ga je gedragen? Ja, goed. Fijne dag verder. Fijne dag. De helmloze scooterrijder krijgt ondertussen een bekeuring. €90. 90. Ja, er komt nog 9 euro administratiekosten bij van het CIB. Alweer? Ik heb die andere helm gehad. Waarvoor? Snelheid. Ja. En de andere is kwijtgeschonden, maar dat mag niet. Wat zeg je? En de andere boete was van het link. Is kwijtgeschonden. Ja. Ja, als je zo zit te mompelen, dan versta ik je niet, man. Is kwijt. Ja, mag wel een foto, ja. Dat mag zo. Hey, doe je helm op in het vervolg, ook voor de kleine stukjes. Yes. Want er stonden van je geld namelijk. Dus, ik ga je hand geven. Rij voorzichtig. De bekeuring lijkt weinig indruk te maken en wij hebben de stellige indruk dat we deze heren nog wel een keertje zullen tegenkomen.